Vooraan blijft het allemaal hetzelfde, dus daar rekenen ze op bij Beerschot, bij dat trio daar vooraf. Hij meer vertrouwen heeft, of hij, want hij haakt in principe ook al af. Het is zo, Dali. Obissi. En hier zit wat in voor Beerschot. De bal opzij gelegd. Holshouser en de goal. Met Bourdain in zijn rug. Oeh. Geen reactie bij de scheidsrechter. Ja, ik denk dat dit wel de volop was. ...van het seizoen te maken onder Wachu. Korte aanloop onder Wachu. Triple, triple. Ja. En in het hoekje. Het is 1 tegen 1. Dat is wel aardig binnen. Nou, weer zo'n bal die moet vallen achter de rug van de verdediging. En dat doet hij. Schitterende goal. Alsjeblieft zeg. Vier mensen van Beerschot die daar echt bewust die loopactie maken. Kijk eens waar de verdedigers van Genk staan. Maar met een man minder. En kijk eens naar die positie. Dat is bijna een kopie van daarnet. Holshouser. Zomaar ingespeeld bij Sanusi. Appel voor handspel. Vukovic of Holshouser, oog in oog, wie haalt het? Holshouser met de aanloop en Vukovic de andere richting uit is. Mele, overlap Ito. Pasje binnendoor, Ito en dat is ook een strafschop. Dat is ook een strafschop en dat was ook wel een overbodige overtreding. Hoekhaar, alleen net iets te ver naar buiten, 10 centimeter. Het moment van de waarheid, levenslijn voor Racing Genk. 3 tegen 2. Terug van de buis. Oef. Zolder de bolder voor Rogowski. Voor Rogowski. En er zit er nog in. Wedstrijd voor Dessers. Suzuki is snel hoor. Suzuki is snel. Nobussi voor nummer 5. En daar is de vijfde voor Beerschot. Het is afgelopen. Tegenwoordig is Barcelona niet meer. Nee, het is geen referentie meer.